bragte die verbijsterende weten dat er nog zoveel mensen zijn die de tegen van het nationaal socialisme loochenen en liever geloven in den dommen, idioten praat van de naamloze lafaards van Londen. Maar de Klerk zijn rol is uitgespeeld. Hij sterft op 22 oktober 1942. Voor zijn begrafenis krijgen alle ambtenaren vrij. Zijn bondgenoot August Borms loopt naast de lijkwagen en Hendrik Elias, zijn opvolger aan het hoofd van het VNV, leidt de rouw. Maar de kardinaal heeft de begrafenis in de kathedraal verboden. De volgelingen hebben voor hun leider dan maar een rouwkapel opgetimmerd op de Grote Markt van Brussel.